welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik eens een keertje een ander spelletje spelen dan Star Stable. Ik ga vandaag Hovers spelen. En ik speel Hovers al best wel lang. En ik ga vandaag gewoon even mijn paarden laten zien in mijn profielpagina. En misschien voor de mensen die niet weten wat het is, een beetje uitleggen wat het is. Ik ga nu eerst uitleggen wat Hovers is. Dus weet je dat allemaal en heb je geen zin om te luisteren. Skip dit stuk dan naar het getal wat nu in beeld komt. Maar laten we maar beginnen met uitleggen. Hovers is zeg maar een spelletje waarbij je paarden kan gaan verkopen en paarden gaan fokken en paarden gaan kopen. En in het begin krijg je altijd één paard en daar fok je twee veulentjes mee. En één van die veulentjes gaat er volgens mij weg of zoiets. Of die heb ik verkocht. Maar eentje heb ik nog. En dat is deze. En volgens mij krijgt hij altijd de steen der wijzen. En dat is een item, zodat hij nooit dood kan gaan. En ja, die kan je ook niet verkopen. En je kan je paard natuurlijk gewoon verkopen. Verzorgen, sorry. En naar bed sturen. En je kan ze ook verouderen, maar ik heb geen verouderingspunten meer. En volgens mij krijg je er elke dag twee. En ik heb ze allebei al gebruikt voor andere paarden. Maar dat is een beetje wat Hovers is. Ja, je kan nog veel meer doen op Hovers, maar als je mijn video's blijft kijken van Hovers, dan kom je er achter wat je allemaal kan doen. Maar ja, we gaan nu verder. Ik ga mijn paard laten zien. Als eerste is dit Caramel. En ja, hij is heel schattig. Leuke kleur en zo. Volgens mij is het niet zoveel kans dat je zo'n tinker krijgt met die kleur. Dus ik ben er wel blij mee. Dit is Sam. En ik verzorg ze ook gelijk even. En ja, Sam is gewoon lief. Dan is dit Blackie. En Blackie is drachtig. En nog even één ding. Als je een paard drachtig wil hebben, dan moet het een Mary zijn. En dan kan je hier ergens op mijn Mary dekken klikken. Als de Mary is dan. En ja, dan kan je een hengst uitzoeken en zo. Maar ze verwijzen je zeg maar wel naar wat je moet doen. En voor mijn doen is Blackie best wel goed. Kijk maar naar die sterren. Blackie heeft twee items. Apollo's Lier en Hypnose Deken. Hypnose Deken is dat je je paard altijd naar bed kan sturen zonder dat je hem op een meneesje hoeft in te schrijven. Dat is heel handig, want dan bespaar je gewoon heel veel geld. En Apollo's Lier is dat je de naam van je paard zeg maar heel mooi kan maken met kleurtjes. En Blitzen, die kon je krijgen met de kerstactie. Ik ga hem maar even verzorgen. Nou, die kan je ook niet verkopen. Want het is een goddelijk paard. Maar ik doe hier verder niks mee. Omdat ik... Ja. Ik doe gewoon niks met Blitzen. Ik ga ook geen geld aan Blitzen besteden. Dus die staat er maar gewoon een beetje. Binnenkort wil ik ook een fokkerij met tinkers gaan maken. Alleen, dan moet ik nog wat... acticiteit of zo hebben. Dan gaan we nu naar een mapje Shetties. En ik heb deze Shetlanders. Ik fok dus Tinkers en Shetlanders. En ik wil binnenkort ook nog een nieuw ras gaan fokken. Maar ik doe het eerst met Tinkers en Shetlanders. Als eerste hebben we Luca. Oh, ik heb weer een verouderingspunt erbij gekregen. Dan ga ik Luca... Oh nee, ik heb een drachtig paard. Die ga ik dan verouderen. Maar Luca dus. Wim. En Wim heeft ook een item, namelijk het vijfde element. Wim heette eerst Blackie, het was dus een zwart Shetlander. En het vijfde element is dat je paard wordt veranderd naar een waterpaard, een aardepaard, een vuurpaard en een ijzeren paard ofzo. En ik heb een waterpaard gekregen, dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb deze ook nog nooit gebruikt, dus ik dacht, laat ik het eens proberen. Dan Floor, en Floor is... drachtig, maar die kan nog niet eens naar de echografie, dus die ga ik even niet verouderen. Want ik heb nog een paard en die kan elk moment bevallen. Henk. Oh, ik kan Henk uitrusten, maar ik heb geen zadel nog. Die moet ik binnenkort even kopen.
Coco. En Coco heeft ook een item, namelijk antieke appel. En dat is dat je je paard een zeldzame vacht kan geven. Mirella. En die heb ik vernoemd naar een paard op mijn manege. Pony eigenlijk. Cindy natuurlijk. En Cindy heeft twee items: Apollo's lier en Ohelios trouw. En als ik de steen der wijze krijg, wil ik die ook op Cindy gaan doen. Ik vind het alleen wel jammer dat ik Cindy niet zelf heb gefokt, maar ach ja. Ze lijkt er wel heel erg op de echte Cindy. Alleen de manen niet helemaal. Cindy heeft korte manen, maar ja. Sophie, en ik ga deze verouderen, want dan wordt hij waarschijnlijk bevallen. Ja. Oeh, we hebben een vrouwtje. Daar ben ik wel blij mee, want dan kunnen we hem doorfokken. Even een naam verzinnen. Ik noem hem. Ho. Kroket. Ja, ik wist even niks anders. Dus dan doe ik straks wel. Een betere naam. Zo. Oh ja, die staat nu nog niet in de goede fokkerij. Die moet ik even verplaatsen. Zo. Nou, we hebben een nieuw paard erbij dus. En Hippie. En Hippie was dus mijn eerste paard. Ja, die heeft een antieke appel en de steen der wijzen. Dus ja, dit waren een beetje mijn paarden. Dan ga ik nu even mijn profielpagina laten zien. Ben 103 dagen zeg maar ingelogd. Niet dat ik mijn account 103 dagen heb, maar dat ik 103 dagen keer zeg maar ben ingelogd. Ik ben op 7 juli 2016 geregistreerd. En mijn laatste bezoek, dat was vandaag. Karma 10 punten. En karma betekent hoe je je gedraagt op Hogwarts. En je kan het meeste 10 punten hebben. En ik gedraag me dus gewoon goed. Ik ben als 15.981ste geregistreerd op Hogwarts. Ik heb 14 paarden. En ik heb 1.927 EQ's. EQ's is je geld. En ik heb 0 pasjes. Ik heb 8 vrienden. Als jullie me toe willen voegen, dan kan dat. Mijn profielpagina dingen staat in de beschrijving. En feliciteer me ook even, want waarschijnlijk feliciteer ik terug. Ik ben 22 keer gefeliciteerd. Dit zijn mijn trofeeën en dit is mijn prestatie. Ik zal hem even voorlezen. Hey hoi, wat leuk dat je mijn pagina bekijkt. Ik ben Rosalie, ik ben een Nederlands meisje tussen de 10 en de 20 jaar. Overhoers. Momenteel fok ik Shetlanders en Tinkers. Mocht je één te koop hebben, maar het lukt het echt niet om hem te verkopen, mag je hem voor me reserveren. Stuur me dan een mailtje. Prijzen, dus zeg maar hoeveel ik er dan voor betaal als je hem voor me reserveert. Shetlander veulen 2700 EQ's. Shetlander 4000 EQ's. Drachtige Shetlander 4500 EQ's. Tinker veulen 4000 EQ's. Tinker 5000 EQ's. Drachtige Tinker 5500 EQ's. Over mezelf. Ik ben dus Rosalie. Ik rij zelf op een manege. Welke manege hou ik lekker geheim? Ik heb ook 3 Shetland ponies. Als eerste Cindy. Cindy is geboren op 21/6/2011. En het is een mini Shetlander. Ze is bruin en heel erg lief. Ik train haar vooral met grondwerk. Dan hebben we Cupido. Geen idee wanneer Cupido is geboren. Haha. Het is Shetlander ruin en is net ingereden. Alleen ik heb nog te weinig rijervaring om op hem te rijden. En dan als laatste Carlos. Carlos is niet ingereden, maar is echt super lief. Het is een echte kinderpony. Oké, dat ging snel. En mijn YouTube kanaal nog. En dit was dan mijn verhaal. Als je het helemaal mogen lezen, moet je even een bericht sturen. Doei! Dan krijg je een beloning, zeg maar. Nou, mijn paarden kan je allemaal nog bekijken. En appels geven en zo. Maar dit was dan een beetje mijn hovers. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei!